Burgemeester Auke van der Werf van Noordoostpolder neemt ons deze week mee de polder door. Hij stopt volgende week en is daarom voor één keer gastreporter voor Omroep Flevoland. Zo, daar zijn we weer. Kaart erbij. Als je Noordoostpolder zegt, dan zeg je aardappelen. En als je aardappelen zegt, dan zeg je agrico. We gaan even kijken waar we nu zitten. Tussen Emmeloord en Luttelgeest. Aan de Kasteleinsweg, aan de Burchtweg. Hier zitten we. We gaan vooral kijken naar de plekken op de wereld waar deze aardappelen allemaal naartoe gaan. En we praten met Jan van Hogen. Hey, hey, goedemiddag. Hey. Dag Auke. Hey. Hartelijk welkom. Ja. Van Agrico Research. Ja, dank je. Hoe lang duurt het nou voordat je een nieuw ras hebt? Nou, van het kruisen, zeg maar, van dit stadium tot een nieuw ras, 15 jaar. 15 jaar? 15 jaar. Jee, dat zijn lange periodes. Dat zijn hele lange periodes. Dus wij moeten in hele lange termijnen denken. Maar dan, als je zo'n nieuw ras hebt, dan loop je binnen, hè? Dan lopen we binnen. Dan telen we die hier in de Noordoostpolder bij onze leden. En dat zijn er tientallen. Ja. En die exporteren we dan over de hele wereld. Daar wil ik het nou eens met je over hebben, hè? Over de hele wereld. Ja. Hoe moet ik dat zien? Weet je wat, we hebben wel een kaart, hè? Ik heb een kaart meegenomen. Ja. Kijk, weet je, hier hebben we dat hele kleine Nederland. Ja. En wij exporteren naar 90 landen over de hele wereld. Ja? Europa is natuurlijk heel belangrijk. Maar Noord-Afrika, dat weten heel weinig mensen, Algerije is de grootste importeur van polderappel. In de woestijn? In het noorden, hier het groenere stuk. In het noorden van Algerije en het klein stukje in het zuiden, maar meest in het noorden. Marokko hetzelfde verhaal. Egypte, hè, langs de Nijldelta, Soedan. En dit zijn allemaal landen. Saudi-Arabië en mensen die dat niet verwachten. Oezbekistan is een van onze grootste afnemers. Ja. In het voorjaar, goede bewaring hier in de polder. Aardappelen van Harlingen. Hier naartoe en dan met de trein 3 weken lang en zo gaan ze naar Oezbekistan. En heb je daar dan een agent zitten of hoe werkt dat? Ja, we hebben in alle landen agenten zitten die voor ons, zeg maar, het lokale werk doen. Het zorgen dat de centen er komen. En maar uiteindelijk moeten we onze boeren natuurlijk ook weer betalen voor die aardappels die zij afgeleverd hebben. Dus dan klopt Emmeloord World Potato City, dat klopt gewoon? Dat is het kloppend hart. Waar je ook komt in de wereld. Als ik met een Amerikaan praat en je roept Emmeloord, dan weten ze dat. Dat hebben wat wij zeggen. En wat voor de Arabieren Mekka is, dat is voor de aardappelmensen is helemaal door. Ja, prachtig, prachtig. Hier doe je dus al die experimenten, hier kweek je de nieuwe rassen. Maar hoe ziet dat er nou op het land uit? Nou, dan brengen we die rassen naar een boer toe en die gaat ze vermeerderen. En voor mij het makkelijkste is, gaan we even naar de ziel toe en dan gaan we even kijken hoe die aardappelen daar groeien. Wij gaan naar die boer. Wij gaan naar die boer. Doen we. Maar dit zijn dus aarsels, dat is een chipsras. En die worden dus in een centrifuge gesneden. En dan krijg je dus van die plakjes. En zo kun je daar hele mooie chips aan bakken. Dus dan moet je in ieder geval lange grote aardappels hebben. Dus ieder ras heeft zijn eigen specifieke vorm, specifieke dingen. En dan zijn dit de pootaardappelen. Zijn dit de pootaardappelen? De aardappelen die hiervan komen, die zijn veel groter. Ja, en dan volgend jaar stop je die in de grond. En daar groeien de aardappelen uit die dan naar de chipsfabriek gaan. Die zijn zo groot dan? Ja, die zijn echt groot al. Ja. Die zijn eigenlijk te groot. Krijgen wij hier ook voor betaald, Jan? Ja, absoluut. Dat gaan we regelen. Hey, en die hele grote, kun je die dan ook in stukjes snijden om te poten? Ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Zuid-Italië. Daar kopen ze als hele dikke poters. Dat is goedkoop. En die snijden ze in stukjes en die stoppen ze dan in de grond. Om aardappels van te produceren. Hier een groeischeur. Die is te hard gegroeid. Zie je? Dus die aardappel is als het ware geëxplodeerd. En die is droog gelegen, heeft die water en boem. En dan explodeert. Ja. Dus gewoon echt een groeischeur. Ja. Nou, Jan, ik moet zeggen, dit is voor het eerst dat ik op zo'n rooier aan het werk geweest ben. Ja. Nou ja, aan het werk. Ik zie een onafgebroken vlakte aan aardappelen. Ja. Hoeveel hectare is dit? Ja, dit is één kavel. En kavels in de Noordoostpolder zijn 24 hectare. Dus het is één kavel aardappelen en 24 hectare polderaardappelen. Moet je je voorstellen, 24 hectare aardappelen. Dat is een hele berg, hoor. Ja. Dan moet je een paar jaar tegen eten om die op te eten. Hoe lang zijn ze bezig om dit te rooien dan? Ja, dit met zo'n machine 5 dagen. 50. Dan rooien ze die aardappels uit de grond. Ja. Jongen, fantastisch. Dat zijn nou dingen waar je trots op bent. Prachtig. Ik heb nog iets, Auke. Ik heb een heel klein cadeautje. Nou. En wij willen toch heel graag van alles wat je gedaan hebt voor de aardappelsector in Emmeloord en de Noordoostpolder.
hebben we een heel klein aandenken. Dat is een aardappelopscheplepel. Ah. En we hebben daar Agrico achterin gegraveerd. Ja. Hè? Om iedere keer als jij, en ik ga ervan uit dat je minimaal 5 keer per week aardappels blijft eten. Ja. Dat je die schrapt. En nog even aan ons denkt hier. Al die mensen, al die bedrijvigheid in deze polder. Ah, schitterend. Met aardappelen. Dankjewel. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt. Dankjewel. Een aardappellepel. Prachtig. Hartstikke mooi.